Modeontwerpster Marga Wijmans heeft woensdag tijdens de openingsavond van Amsterdam Fashion Week als eerste designer mobiele technologie toegevoegd aan haar werk. Interactiviteit stond de hele avond centraal. De laatste jurk, het sluitstuk van de couture show, bestond uit 300 werkende mobiele telefoons die door het publiek werden gebeld, waardoor de jurk tot leven kwam. Ja, fantastisch. Heel goed. Het idee van connectie, heel stof. Ik vind interactieve modeshows vind ik altijd erg leuk. En het was gewoon heerlijk lekker interactief, zeg maar. Die mobiele telefoon die gebruik ik continu om mijn werk te kunnen doen, om zaken te kunnen doen in feite. Dus eigenlijk maak ik mijn mode deels met die mobiele telefoon. En de manier waarop ik kijk is dat ik materialen die heel dicht bij me staan ook gebruik in mijn werk. Direct na de show konden bezoekers door de toepassing van augmented reality met hun smartphone een kijkje nemen in het denkproces van Wijmans. Hiervoor was op het Fashion Week terrein een 99 vierkante meter grote installatie ingericht. Nou, we staan hier in een installatie die het werkproces van Marga Wijmans uitbeeldt. En alhoewel je eigenlijk fysieke dingen ziet, op het moment dat je daar met je smartphone op mikt, verschijnt er nog veel meer. Dus ook een soort virtuele ruimte waar je via die smartphone toegang toe hebt. Ja, interessant. Eens kijken welke informatie erop staat. Ja, ik vind het idee heel erg mooi, omdat je achtergrondinformatie krijgt. Voor de installatie werkte Wijmans samen met Vodafone. De telecomprovider is voor de tweede keer hoofdsponsor van Amsterdam Fashion Week. De 17e editie van Amsterdam Fashion Week vindt plaats tot en met zondag 15 juli.